Right, good morning, school. Okay, we've got various notices for this morning to hand out. One is a reminder that IB2 have to hand in their... Sind die op International School Eerde bij de ochtendmeeting? The second notice is their Form 1... Zijn dit alle studenten? Ja, volgens mij is dat allemaal, ja. And excuse me, can you please stop talking? Excuse me. Sorry. Nou, Alexis, ik kom hier aangereden op die prachtige oprijlaan. En dan kom je hier en dan heb je echt het gevoel alsof je in de tuin van Sissy staat. Maar in feite is het natuurlijk een gewone school. Nou, het is wel een gewone school, maar is wel iets meer bijzonder. Toch? Toch wel. Wat maakt Eerde voor jou nou zo bijzonder? Voor mij voelt het meer als thuis. Je gaat hier niet gewoon naar school, maar je wordt hier 's ochtends wakker in, gaat hier 's avonds slapen. Je woont hier ook gewoon. Ja, want je hebt aan weerszijden de twee boardings. De boardinghuizen, ja. En Alexis, hoe ziet dan zo'n schooldag hier op Eerde eruit? Nou, het is heel erg gestructureerd. Om 7:40 begint de morning meeting, dat is in het kasteel ook. En dan krijg je een beetje een doorloop van, hé, joh, dit zijn de bijzondere dingen vandaag. En dan gaan jullie naar de les toe? Ja. Met hoeveel studenten zitten jullie nou in de klas? Het maximale aantal leerlingen is 15. 15? Ja. Dus heb je heel veel aandacht? Ja, individuele aandacht ja. ook. Hoe is dat voor jou als student? Nou, dat is heel fijn, want je gaat niet op in de massa. Ze willen ook weten voordat je hier op school komt wie je bent en wat je wil. Dat vinden ze belangrijk. Dus weten ze beter aan te sluiten op wat je als student nodig hebt. Ja, precies. Er zijn ook een paar jongens en meiden hier op school die later iets met sport willen gaan doen. Dus echt intense sport. Jullie werken samen met een manege, hè? De Hazelhorst. Ja. In Den Ham, heb ik begrepen. Ja, er zitten hier mensen op school die doen professioneel paardrijden. En die hebben hun paarden dus eigenlijk gewoon heel dichtbij staan. En ja, daar is hier gewoon ruimte voor. Kijk, ik voel me nu al thuis hier. Right. Guys, come on.